En, was het lekker? We hebben nog niks gehad. Oké, okay, nou dan... Maar het drankje dan is heerlijk. Oké, okay, ja. Helemaal goed. Alsjeblieft, en eet smakelijk. Wat ziet dat er heerlijk uit. Ik zit dan ook wel in een heel bijzonder restaurant. Want alle mensen die hier werken hebben nul ervaring in de horeca. Tot voor kort hadden ze ander werk. Ze hadden een ander leven. Maar dat zijn ze allemaal kwijt door de keiharde diagnose dementie. Ik heb de ziekte die Alzheimer heet. Daardoor kan ik niet meer functioneren zoals ik zou willen. Ik heb thuis heel veel geoefend, maar het lukt gewoon niet. Welkom in ons restaurant. Dankjewel. 5 weken lang gaan 9 relatief jonge mensen met dementie hun eigen restaurant runnen in Hartje Amsterdam. Heb u rode wijn besteld? Nee. Nee? Oei, oei, sorry. Ik ga gewoon een klutje kwijtraken. Nee, rustig aan. Tafel 5. Ja. Oh, ik ga niet bij jullie zitten, maar... Het runnen van een restaurant is een complexe onderneming. Het samenstellen van de menus, lekker koken, de organisatie van de bediening, de boekhouding. Alles moet natuurlijk kloppen. Nou, gelukkig wordt deze tent gerund door een man die wel vaker met het bijltje heeft gehakt. Sterrenchef en goede vriend Ron Blauw. Ron, gaat het helemaal goed komen? Ik heb er alle vertrouwen in. Gewoon zo.